En van deze koffiebessen gaan wij dus echt een uitmuntend bakje koffie maken. Maar toch ook exclusieve. Ja, wat dacht u van neusbeerkoffie? Maki-koffie. Tijgerkoffie. Piranha-koffie. Giraffenkoffie. We laten ons gewoon verrassen wat voor exclusieve dieren ze hier allemaal hebben. Ja. En als ik het over exclusiviteit heb, dan zeg je. Heb ik het natuurlijk over Anna Polona. Precies. Want er zit hier een dierentuin. En wat zeggen we dan? Let's go-dio. We beginnen onze voedertocht bij de neusbeertjes. Hoi Jutta, we zijn Hoi, er. Hoi jongens, kom binnen. En wat ruikt het hier weer heerlijk naar stront. Genieten. Kom binnen. Ja, lekker. Jullie wilden graag de bessen aan de neusberen geven. Heel graag. Ja? Oké. Okay. Maar wat eten neusberen normaal? Insecten en fruit. Eieren. Maar denk je dat ze deze besjes gaan eten? Ja, dat denk ik wel. Ze zijn gek op fruit. Ja. Dus ook op bessen. Dus ik denk dat dat wel gaat lukken. Dat gaat erin hoor. Hoi. Snel door met de ringstaartmakies. En ja hoor, ook bij de ringstaartmakies gaan de bessen erin als koek. Kietelt. Au. Ik denk dat dit wel een heel lekker kopje koffie gaat worden. Inmiddels zijn we wel klaar voor wat gevaarlijker werk. We hebben een afspraak met Karel. En Karel is de verzorger van de tijgers en de leeuwen. En hij gaat ons helpen om deze katjes, de bessen, te voeren. Omdat leeuwen van nature niet echt warm lopen voor koffiebessen, moeten we die eerst even prepareren. Ik heb de bessen. Jij hebt de bessen. Karel heeft het vlees. Ik voel me net Herman een Blijker. Oh, goed stukje vlees. Moet je ruiken. Moet je ruiken. Hey, doe. Ja. Ik vond dat een hele goede imitatie. Nou, zult u zich afvragen thuis op de bank zitten kijken. Hoe gaat dat toch van koffiebes naar koffieboon? Het gaat als volgt. Wij stoppen de bes in het stukje vlees. Het stukje vlees gaat in de maag van de tijger. En op een gegeven moment doet de tijger dit. Oftewel, de tijger poept het uit. Maar de boon, die blijft over. Dus die halen we dan uit de kak. En daar gaan we koffie van maken. Ja. Gaat het? Hey, dat is een boom. Na deze interessante biologieles is het tijd om te gaan voeren. Waar gaan we nu heen? We gaan nu naar Goa. Hey. Ja. Oh, ik wil ook een tijger. Hier. Weet je hoe leuk dit is? Ja, ik moet even opletten dat ik dit goed doe, want dit zijn de dingen die in Flerio's leven altijd misgaan. Net doe jij het maar. Ik hou die best wel vast. Leeuwen zijn wel iets minder gemoedelijk als Goa, want dat zijn nog jonge leeuwen. Ze zijn nu 16 maanden, dus ze zijn helemaal niet erheen. Karel zegt dat het nu gevaarlijker kan worden. Dit is best wel tricky. Want leeuwen zijn toch de king of the jungle. En nou, je weet wat dat betekent. Kom. Kijk ze nou joh, wat tof. Kom. Kijk die tanden. Nee, ik doe het toch niet. Ja, maar je geeft het ook wel alleen maar aan hem, Dennis. Hier. Ja, maar hij is toch overal als eerste bij, maar hij duwt ze gewoon aan de kant. Anders doen we twee. Hoi! Nee, ik doe echt niks meer nu. Kijk, maar dit heb ik altijd met dieren, hè? Je zet één stap dichterbij en Simba wordt helemaal gek. Hey, maar ze hebben het vlees opgegeten met de bessen erin. Ja. Dus dat betekent dat het nu een kwestie van tijd is voordat we hun poep kunnen gaan doen. Als jullie morgen terugkomen, kunnen jullie poep scheppen. Nou, leuk. Morgen weer. Karel, tot morgen. Graag gedaan, mannen. Simba, Scar, Tristan, Mufasa, Botje. Dat is ook een Disney-character. Tot morgen. Doei. Dag 2. We zijn wederom in de dierentuin. En we gaan kijken of onze producenten hun werk juist hebben gedaan. Of ze gekakt hebben. Want dan gaan wij in die drollen graven om die koffiebonen eruit te halen. Om uiteindelijk een heerlijk, hopen we, kopje koffie te kunnen verorberen. Ja, daar doen we het allemaal voor. Voor één kopje koffie. Waarvan we niet eens weten of het lekker is. Zal het? Ja, dat is goed. Lukt u maar voorover. Oh, lekker. We beginnen onze quest voor poep bij de ringstaartmakies. Hey, hier liggen er best wel veel, man. Het zwarte goud.
Nee, dat is poep, jongens. Ja, dat is poep. Deze zit wel helemaal in de verse kak, hoor. Ja, het werkt dus wel bij apen. Kijk. Dan val ik bijna van mijn spreekwoordelijke stokje. Wat is hier? Nou, dit is geen onaardige score. Dag, Karel. Hoi. Morgen, mannen. Wat denk je ervan? Hebben ze een beetje gescheten afgelopen nacht? Ik heb geen idee. Dan zullen jullie even moeten kijken. Kan jij ze er dan misschien uithalen? Ja, dan ga ik ze er even uithalen. Als jullie dan eerst even bij de tijger doen, haal ik de leeuw er even uit. Kijk. Kunnen we daarna de leeuw doen. Pak juist zo'n wit emmertje, dan pak ik een schepje. En dan zijn we team Indestructible. Team Stront, bedoel je? Ik zie al wat lekkers liggen, hoor. Nu gewoon... Ja. Dit past niet in dat emmertje, dat zie ik al. Anders zet je... Oei, kijk achter je! Teringleier. Ja, wat, hij jumpt omhoog. Er zit toch een hek tussen? Ja, maar dat zie ik toch in mijn ooghoek gebeuren. Dat schrikt me helemaal de tyfus. Oké. Okay. Wacht, blijf staan. Zo, nou als tint als de fucking hel. Oh, ik hoor al die geluiden alsof okay, je wegwezen. Metselen bent. Oh, fuck. Oei, oei, oei. Nou, is ja? Net Pasen? Nou, ga je gang, mannen. Dit is wel wat harder, dat is goed. Ik vind dit hier leuk hoor, Karel. Zo zie je nog eens wat hè, als je bij de tv werkt. Oké, we hebben dus leeuwenkak. En in het kleine afvalbakje hebben we tijgerkak. Laten we dit snel doen, als een geoliede machine. Ja, niet, die wil niet urenlang... Nee. Zal ik die doen? Die zit hey, op... hallo. Wat zegt u? Oh, man. Oh, dit gaat niet goed, hoor. Ik tril helemaal mijn benen nu. Oh, man, man, man. Maar het zuurgehalte van die kaklucht, het vreet gewoon mijn hersenen weg, hoor. Dit is nu de zesde drol die we in onze handen hebben. En dan staan we nu na het stront verzamelen in stront te knijpen. En dan hebben we geen koffieboon. De leeuwenkoffie, die kunnen we doorkrassen. De leeuwenkoffie, die gaan wij niet kunnen zetten. Tijgerkak. We hadden het al moeilijk met de leeuwenkak, maar die was kurk droog. Deze is nat, zacht en sappig. Dit is kind of torture. Oh, godverdamme. Mm. Misschien heb ik er een. Oh, wat is dit? Godverdamme. Oh. Dat is een worm. Oh. Ik ben alvast bij de beren. Nou, ik zie hier al een lekker taartje in de hoek liggen. Oh ja? Nou, dit is de jackpot hoor. Zal ik vissen? Hey. Toch haalt dit wel een beetje de Italiaanse romantiek weg van een lekker espressootje. Ja. Of een café lungo. Dit hebben onze vrienden uitmuntend gedaan, kan ik wel zeggen. Dit wordt een tal caramel macchiato, denk ik hoor. Macchiato. Macchiato. Jack, u bent koffiebrander en kenner. Ja. Dit is het resultaat van ons neusberenproject. En dit is het resultaat van ons ringstaartmaki-project. Dat ziet er prachtig uit. Dat dacht ik. Zal ik ze zo meenemen? Heb je er zin in, Jack? Natuurlijk, joh. Kijk, je ziet ze gewoon alsof ze in een wasmachine zitten. Het ziet er goed uit. Joepie. Spannend proces dit. Ik kan wel een kop koffie gebruiken. Jack, nou hebben we inmiddels hier de neusbeerkoffiebonen en de maki-koffiebonen, toch? Ja, ietsje bont, maar verder prima. Ik stel voor om deze zo meteen te gaan malen en op tafel te zetten. En dan te combineren met de chevet die we hier ook hebben staan en een Costa Rica terrazzo. Is er ook een koekje bij de koffie? Ja, die ruikt echt naar stront. Gadverdamme, heb je dit geroken? Dat is gewoon kak. Ik ruik het hier. Oké.
Ruikt u kak, Jack? Dit is koffie. Kopje neusbeer koffie. Stamaki. De laatste. Ik heb in de dop gezet met welke koffie we te maken hebben. Ja. Straks kijken jullie eventjes niet. Hussel ik de flessen, dan kijk ik niet. Husselen jullie de flessen, weet niemand meer welke smaak is. Tenzij we in het dopje kijken, want daar staat het in vermeld. Nog even voor de duidelijkheid. Het is niet de bedoeling dat we nu exact gaan zeggen welke koffie van welk dier komt. Het gaat er alleen om dat wij de allerlekkerste koffie voor onszelf eruit halen. Oké. Okay. Oh, er gebeuren allerlei dingen naast me. Nee, die ga ik niet proeven. Ik kan alleen zeggen, ik vond deze nummer 3 heel vies. En ik zou misschien deze kiezen, omdat ik deze lekker zacht vind qua smaak. Okay. Ik vind dan deze het lekkerst. Volgens mij is dit de civet. Vind ik heel scherp. En deze twee zijn van ons. Okay. Als dat zo is, ga ik visitekaartjes met barista erop laten drukken. Jullie hebben het goed gezegd. Oh. Maar hoezo goed? Ja? Nou, dit is de terrazzo. Zeker? Mogen we kijken? Ja, kijk maar. Maar wat is terrazzo? Costa Rica. Ja, dit is de civet. Hey. En deze twee die kan ik niet onderscheiden. Nee, maar dat zijn de twee van ons. Ja. Laten we het ook even aan mensen thuis laten zien. Inderdaad. Laat die visitekaartjes maar drukken. Barista, bitch.